zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Je moet niet naar Isabel luisteren. Laat u niet door haar opwinden, dat is ze echt niet waard. Ze kan soms lelijke dingen zeggen, hè? En weet je, dan heb je daar nog niet serieus bezig gezien. Dat is al beter, hè? Hé, hey, alles komt in orde. Echt waar, alles komt dik in orde. Simon, we zullen de Frankie wel vinden. Die kan niet weg zijn, toch? Wat is dat nu? Natuurlijk kan die niet weg zijn. Die is bij zijn papa. Hé, hey, jongen. Veilig bij zijn papa, hè? Hé. Hey. Geef een snotneus. Hé, hey, rustig, rustig. Jij bent met mijn neus niet af, hè? Kom, vent, ik hem hier zeer, hè? Dat zal u duur te staan komen, Frank. Daar gaat het niet goed van zijn, hè? Goed geweten, hè? Hoe durfde? We hebben die potverdomme alle twee nog zo gevraagd om ons gerust te laten. En wat doet jij? Ik zou niet weten wat ik het over heb. Och, dan weet ik eigenlijk ook genoeg. Simon, ik weet van niks. Jelle komt hier binnengevallen, begint te roepen, te tieren met de beschuldigen van wat eigenlijk? Van kidnapping, Frank. Wat? Ja, je hebt het heel goed gehoord. Dat is kidnapping wat dat jij gedaan hebt. Mo, stomme kloot. Hoe kunnen uw eigen kind kidnappen? Al goed dat ik verdomme mijn verstand gebruikt heb. Wat waren je van plan, Frank? Los geld vragen? Mij afpersen, Frank? Waar de dag van plan zijn ze zo laag gevallen. Ik dacht dat je niet dieper kon vallen dan de goot, maar dat is blijkbaar buiten Frank Bomans gericht. Als het dat waar is, hè, Frank, als het dat waar is, hè, dan gaan we daar godverdomme nog spijt van krijgen. Wel, Frank, van uw tong verloren? We horen u nu niet, hé, hey, Frank? Allee, Frank, zeg dit niet. Maar wat moet ik daar op zeggen op zo'n stomme tijd, hè, Simon? Is het beter zo? Als je wat rustiger bent, dan moet er wel over praten, hè. Zij, we zouden er nog een trauma aan over. Je moest ook niet overdrijven, hè, zeg. Wat heeft ze daar nu aan overgehouden? Een schrammetje. Tot morgen, Isabel. En het werk dan? Morgen, heb ik gezegd. Ik wil dat je nu weggaat. Je maakt Eva onrustig, dat zie je nu toch? Dat doet ze alleen haar eigen aan. Enfin, ik wil haar niet bang maken, hè, maar ze moet wel realistisch blijven. Ik heb daar niks mee te maken. Tot morgen, Isabel. Ik vind het ook beter dat we nu gaan, Isabel. Kom. Hoe is dat nu toch mogelijk? Hoe stomme tijd, hè? Wat vind je zo plezant, Frank? Dan kunnen we meelachen. Ja, ik niet. Ik vind dat niet om te lachen. Ik ben dood ongerust geweest. Allee, ga. Heb je dat gehoord, ventje? Ons mama is ongerust. Ze scheidt er naar broek, zei ons mama. Ik had het moeten weten. Ja. Ik had het godverdomme moeten weten, hè. Het duurt wel lang niet dat je ongerust maakte, Simon Baks. Hé, heel lang, hè? Ja, joh, want een uur geleden moest je die kleine toch een allebei net in de crash. Is dat waar of niet? Ja. Ja, ja, een uur geleden, ja. En waarom waren we dat niet? Oh, omdat de Luc hem ging halen. Ah, zo, de Luc ging hem halen. Hoorde dat? Hé, onkel Luc ging hem halen. Hè? Maar onkel Luc die was natuurlijk in geen velden of geen wegen te bespeuren, hè. Schone onkel Luc. Omdat Simon en ik een heel belangrijk gesprek hadden, Frank. Ja. Och, jongen, zeg dan toch ineens dat ik hem vergeten word. Jij en jij wordt hem gewoon vergeten. Dat is niet waar. Is... We waren hem niet vergeten. We waren gewoon een klein beetje te laat en dat is compleet iets anders. Ja, en dan neem niet weg dat jij er waart, hè, Frank. Waarom? Wat waarde jij daar in de buurt van de crèche aan toen? Ja, ik was er, ja. Ik wel. Ja, om mijn kleine te kidnappen natuurlijk, hè. Het is nog gelukt ook, hè, ventje. Ja, het is nog gelukt. Maar dan gaan we wel losgeld moeten vragen, hè. Hoeveel gaan we vragen? Wacht, zie je dit in mijn oor? Hoeveel? Ah, zo. 6 miljoen. Oh, is dat niet wat veel? Oh, Frank, jij zegt gemeen. Omdat je ons niet kunt pakken, gaat het proberen via de Frankie. Jij zegt gemeen, jong. Je hebt beloofd van ons gerust te laten. En nu zijn ons aan het chanteren met de Frankie. Luistert, jongen.
Jij kunt wel met 200.000 ballen van mij gaan lopen naar Amerika die je gepikt hebt. Hè? En je kunt mijn job afpakken en mijn wijf afpakken. Maar met een kleine die gaat dat niet afpakken. Hè? Dat gaat er zeker niet afpakken. Hè? Heb je dat goed verstaan? Ten deze, die is van mij. Voilà. Is dat waar of niet? Hoe durft hij mij van zoiets beschuldigen? Moet je dat zo niet aantrekken? Nee, ik moet mij dat niet aantrekken. Hoe zou jij reageren als je van iets beschuldigen dat je nooit gedaan hebt? Ik zou mij ook niet goed voelen, maar ik zou er niet zo'n drama van maken. Allee, kom, we zijn weg, want ik heb een lange dag gehad. Ik wil naar huis, een bad, een bed. Oh, ik kan toch niet slapen. Dat weet ik nu al. Al dat gedoe, hè, met die Pierre en dat Trutemieke. Toch niet bang dat Pierre verliefd aan het worden is op dat Trutemieke. Ja, en zij ook op hem, hè. Wat denk jij? En wat dan nog? Kom, jong. Zie je wel? Jij denkt dat ook, hè? Maar wie is er nu van alles in haar kop aan het steken? Pierre is gewoon bezorgd. Hij heeft die even ontdekt. Ik kan er nu eindelijk mee beginnen werken en dan zoiets. Die opdracht van morgen zal hij wel kunnen vergeten. Zou het alleen dat zijn? Ja, natuurlijk. Allee, wat denkt je? Zullen we nog iets drinken samen? Hè? Om alles van ons af te zetten. Ik heb thuis nog een fantastische fles staan. Ja? Oké, misschien wel, hè. Zeg, Jasmin, zou ik die blonde pruik ook een keer mogen opzetten? Ik zou niet weten waarom niet. Allee, jong, zijn we nu bijna weg. Dat is een goed balken, hè? Ja, dat is een goed balken. Moet Lucky Luke ook geen balken hebben? Hè? Kende die, hè? Lucky Luke? Hè? Dat is een rare, hè? En een rapper dat is. Toen dat hij geboren was, hè? Toen zei onze vader tegen ons moe... Moe, Florke, wat heb je nu gedaan? En ons moe... Ja, Staf, hij was eruit voordat ik het wist. En dat wiepers hebben zijn been, zie je dat? Van teen been op tander, hè? Dat is omdat hij niet kan wachten. Dat heeft hem altijd gehad. Ja, Frank, ik kan niet wachten, omdat ik wil weten wat dat je van plan bent. Ik vind dat die komedie nu ook lang genoeg geduurd heeft. Hoe zit het, Frank? Niks. Ik ben niks van plan. Ik wou alleen de kleine gaan halen. Dat heb ik gedaan, hè. Ja, de kleine gaan halen. Ja, de kleine die je in de steek hebt gelaten, Frank. De kleine waar je in maanden niet naar gekeken hebt, Frank. De kleine. Simon, ga jij erop antwoorden of zal ik het doen? De Frankie zal altijd je zoon zijn, ja. Ah, voilà. Ah, heb je dat verstaan, hè? Lucky Luke? De kleine zal altijd van mij zijn. Dat was toch knuppert goed in de balken, hè? Maar ik wil het niet meer hebben. Waar? Waar? Dat de Frankie zomaar op de crash gaat weghalen zonder mij of de Luc daarin te kennen. Ja. In het vervolg moeten we dat laten weten. Of aan de Luc. Ja, och, is dat alles? Dat is alles, jongen. We moeten gewoon telefoneren, hè? En dan mag ik hem zien, hè? Dan mag ik hem gaan halen, hè? Dan moeten we daar nog eens serieus over klappen. Ja, natuurlijk, ja. Wat, hè? Ja, en dat zeker. Want als die jij net zegt, hè, ja, ze zijn hem niet komen halen, hè, want ze zijn hem vergeten, hè, want hij zit hier al meer dan een uur te wachten, dan moet ik dat toch weten, hè, dat ik hem inderdaad mag gaan halen of dat ik eerst toelating moet vragen aan u of aan hemmekes daar. Hè? Dat moeten we weten, hè, jongen? Ja. Ja, zeker dat. Dat moeten we weten, hè? Ja. Allee. Nog ene. Nog één. Hoe lang heb je dat niet op de grond gelegen? Je moet terug wat warm krijgen. Het gaat wel. Ik ben dat eigenlijk niet goed gewoon. Geen paniek, we gaan er geen gewoonte van maken. Pierre, ik ben er echt zeker van dat Isabel was. Evatje, ik ken Isabel al zo lang. En zelfs al zou die dat willen, die zou dat gewoon niet durven. Allee, zet die slechte gedachten nu eens uit je hoofd, hè? Ja, ik zal het proberen, maar ik weet het zeker. Shit. Wat? Ja, uw kaak die zie echt wel rood. Dat is precies een beetje aan het opzwellen. Shit. Dan kan ik mijn werk vanmorgen zeker vergeten. Ja, ik vrees van wel. Maar dat geeft niet, daar vinden we wel een oplossing voor. Ik kan beter wat ijs gaan halen. Ja, dat begint echt fel op te zwellen. Ik ben direct terug. Ah. Zo is dat niet gegaan, hè, Frank. We waren gewoon een beetje te laat. En anders wacht die Janet altijd op ons. Maar vandaag waren we toevallig een klein beetje meer later dan anders. Dat is alles. Dan zult ook wel met iets anders bezig geweest zijn. Och, Frank. Simon, wil u nu niet op stang laten jagen? Janet heeft helemaal niet gebeld. Jawel, die Janet heeft wel gebeld. Ja, en ze vroeg naar ons moe. Hè, want ze zei dat ze zelf niet kon blijven. Hè, jongen, ja, ze kon niet blijven. Hè. En ze vroeg hè, of dat kik alsjeblieft de kleine wou komen halen. Ik geloof er geen fluit van. Ze zou naar de bureau gebeld hebben, ja. Luc,
Allee, ik heb anders wel eens ooit die nummer van hier opgegeven voor het geval dat ik niet op de bureau te bereiken was. Voilà, heb je dat gehoord? Eigenlijk zou jij mij dankbaar moeten zijn, Luxke Bomas. In plaats van te komen uitscheiden voor het avies. Ja, heb ik dat niet gedaan? Ja, wel, je hebt dat wel gedaan. Want je hebt gezegd dat ik de kleine heb komen kidnappen. Ja, 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 het zal niet de eerste keer zijn dat er zoiets gebeurt. Oh, ja. Maar jongen, denk, allee, denk jij nu echt dat ik hier in de living ga komen zitten met die kleine die ik gekidnapt heb? Hé, hey, ik heb ze nog alle vijf, hè? Allee, dan gaat het op een andere manier proberen. Waar? Ons pesten. Jongen, als ik één ding in de goot heb geleerd... Hè, zo toren, hè, heb je heel veel in de goot geleerd, hè, dat Frank? Is, dat je niet mocht discuteren met stomme kloof. Frank! Ja, dat is puur tijdverlies. Oh, ja, de theorie heeft hij onder de knie, hè, maar de praktijk... Luc! Ja, lach er maar mee. Mag je gewoon verschieten, hè? Hoe heb dat ik geen bakkes meer tegen u zeg? Frank, alstublieft! Ja, het is toch waar? Ziet hem nog eens staan, hè, met een neer. Als er één is die je kidnapt, hè, dan... Och, bol het af, jong. Oh, jongen, je moet geen schrik hebben. We bollen het af, hè? Ja. En wij veranderen van crash direct, hè. Oh, waarom? Ach, jij vindt dat oké, okay, dat ze de kleine Frankie meegeven aan de eerste de beste. Maar Luc, alstublieft, hè. Oh, godverdomme, ik heb het nog zo gezegd, hè. Als je alle twee bij elkaar in de geburen komt, dan is garantie niet zeker. Ja, wel, ik vind dat echt simpel, hè. Ja, wel, ja, 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 dat is zeker heel simpel. En als je alle twee niet oppast, hè, dan vind ik een oplossing waar dat je alle twee niet goed van gaat zijn. Kom, kom, schat. Mama is boos, hè. Och. Ze is nog niet lang genoeg. Ik zal al bij al nog wel meevallen, gelukkig. Meevallen? Maar dat valt helemaal niet, mijn squeenje rood. Nee, ik vreesde in het begin ook het ergste, maar je gaat zien, hè. Na een paar dagen gaat dat niet meer opvallen. Maar wel blijven verzorgen, hè. Weet je dat jij ongelooflijk schattig zei als je kwaad bent? Maar... Ja, echt. En weet je waarom? Omdat u niet afgaat. Jij kunt niet kwaad zijn. En zeker niet voor lang. En daarom, dat is schattig. Ja. Ik heb Isabel misschien nog nooit kwaad gezien, maar jij mij ook niet, hè? Moe? Ja. Hoe lang kende je Isabel nu al? Sst. Zwijg daarover. Voor wat zei je zo lief voor mij? Waarom? Omdat je dat nu toch wel verdiend hebt, zeker? Ja. Oeh. Sorry. Voilà. Luc heeft zijn sjalken eens. Oh. Allee. Hoppakee. Ah. Ja. We zijn weg, hè. Ja, we zijn ermee weg. Ja, we... Ah. Simon. Je weet dat hem bij mij een goeie handen is, hè? Ja, dat weet ik. En ik ben ook blij dat ik hem hier bij u gevonden heb. Ja. Ik heb maar gedaan wat dat elke normale, goede vader zou doen, hè. Ja, zijn we dan weg, Simon? Ja. Wacht, wacht, wacht. Het eerst nog eens goeiendag zeggen, hè. Allee. Tata, papa. Dat vind je... Kusje, kusje aan papa. Allee. Tata. En nu heeft hem nog geen crème gekregen. Zeg, nu heeft hem nog geen tijd gehad om een crème tijd. Ja, Simon, ik kan bij ons thuis ook een crème krijgen. Kom. Maar volgende keer komt, vind je, hè, en gaat een crème krijgen. Er zit er nu een in Dijskes, hè. Maar die is maar zo klein, ze, dat proefde nog niks van. Hè. Maar volgende keer komt, hè, dan is die gegroeid. En dan is dat zo een crème, hè. En dan gaan wij die samen opeten. Jij en de papa. Ja. Hè? Salut, hè. En dat ging klachten hoor, hè. Dada, papa. Hè? Dada. Nou. Dag. Goedenavond, Jenny. Dag, Jenny. Dag, Nanette. Dag, Chris. Goedenavond, Rosa. Goed thuis, hè. Dag. Salut. Allee, we zullen ook eens naar huis gaan. Als je dan herkent, wat heb ik daar in godsnaam te zoeken? Nog even deze glazen spoelen en dan heb ik al een tijd voor u. Spoelt jij het café, maar Jenny, ik heb toch niks te vertellen. Ah, bon? Maar alleen ja, die glazen in het café. Ik kan wachten tot morgen. Maar dat glazen ik niet, hè. Zeg, zo erg kan het toch niet zijn? Nee, als je dat nu zo van op afstand bekijkt, dan is dat ook niet zo erg. Er zijn veel erger dingen in het leven, absoluut, maar... Och ja, ik vermoed dat er nog wel andere mensen waanzinnig eenzaam zijn in de wereld. Hè? Allee. Moet jij toch niet waanzinnig eenzaam zijn? Huh? Je hebt toch nog altijd je grote zus? En die grote zus is zot van haar zus. Ja.
Gelukkig dat je die nog hebt, dat is waar, ja. Maar ja, jij ligt niet s'nachts lekker dicht lepeltje, lepeltje tegen mij aan. Hè? Nee, dat is waar. Dat is lang geleden dat we nog eens in één bed hebben geslapen. Maar het was wel plezant. Ja, maar voor u misschien. Voor mij niet, jij had altijd alle dekens. Ik werd altijd bibberend van de kou wakker. Ja, ik weet het. Ah. Met die ijskegels tegen die van mij. Ah, ja, ja, wat denk je dat dat komt? Eigen schuld, ik hem wilt. Ah. Kun je dat nu geloven dat ik eigenlijk Yves nog graag zie? Totaal niet. Ik ook niet. En toch is het zo. Ik mis Yves. Jij mist niet Yves. Jij mist een lieve vent in je bed. Iemand die niet al de dekens wegtrekt. Hè? Maar die je goed warm onderstopt. Niet? Ja, en dat kan hem. Luister nu eens even. Al dat getwijfel, daar word ik toch zot van. Je kunt het toch niet volhouden? Of dat hij een neef nu voor de vrouwen kiest of voor de mannen. De... Oh. Hij zegt dat hij nu voor mij kiest. Hij zegt zoveel. Ik zou het willen voor u, hè? Maar straks komt hij weer een toffe vent tegen en dan laat hem u weer zitten. Dat moet toch eigenlijk ook niet gemakkelijk zijn voor hem? Nee, maar jij hem altijd maar begrijpen en daar heb jij niks aan. Ja, langs de andere kant heeft hij natuurlijk dubbel keus. Hoe dat? Oh, tuurlijk. Ja. Hij heeft zowel voor mannen als voor vrouwen. Dus hij kan twee keer kiezen. Twee keer zoveel keuze als ik. Jawel. Begint jij dan ook eens iets met een vrouw? Ja, hij is echt te rare. Hey, ik ben blij dat je lacht. En luister eens. Jij vindt ook nog ooit een toffe vent. Ja. Zoals ik. Want die André, dat is toch... Amai, dat is toch echt een toffe. Zo, zo zonder gebruiksaanwijzing, zonder complicaties. Allee. Weinig, toch? Ja. Dat geloof ik toch niet, een relatie zonder complicaties. Ik geloof niet dat dat bestaat. Dat wil ik je wel. Ja. Ja, ja. Ik weet goed dat er bij ons geen andere vrouw in het spel is. En dat is heel wat tegenwoordig, hè, Rosa? Ja. Morgen komt een Yves terug. Komt terug werken. Ik weet niet hoe ik hem moet gedragen. Zo ongedwongen zou het wisten zijn natuurlijk toen, of dat er niks aan de hand is. Ik weet niet of ik dat kan. Jij kunt dat. Hm. Simon, dat is gewoon toegeven wat jij doet. Maar dat is niet waar, Luc. Je geeft hem de pap in de mond. Ik snap dat niet. Oh. Zeg, dat is nu een pasverliefd koppel en er zijn al complicaties. Hè. Dag, Luc. Dag, Frank. Kietje, Simon. Wat is het? Och, oh, Frank. Frank? Ja, Frank is terug. Ah, oh. Ja. En heb je Frank al gezien? Papa. Ja, dat had ik gedacht. Luc, ik heb u toch gewaarschuwd. Simon heeft een verleden. Zeg, we gaan het daar toch niet over hebben, zeker? En toch zeker niet waar dat de kleine bij is. Papa, mama. Waar gaan we zitten, schat? Ja, aan het venster daar, hè? En wil je geen chocomel? Geef mij maar een dubbele whisky. Ah, kom, geef dat hier, ik was aan het lezen. Kom, pak het maar. Nee, hou het hem bij. Ik heb hem al eens gelezen. Wat is hem dan een tweede keer? Een derde keer. Maar ik zat hier alleen en ik heb mijn eigen dan een boekje gepakt. Zeg, maar nu heb ik gezelschap, heb ik dat niet meer nodig? Goed geslapen? Ging wel. Dat is een beetje raar, maar... Heb ik daar vroeger altijd geslapen? Mm-hmm. Ja. Weet je dat niet meer? Nee. Vooral zit jij eigenlijk alleen? Onze paal heeft nog dienst. Je komt ze beet wel thuis. En onze Ever is al nog in bed liggen. Ik ben deze nacht om 1 uur in mijn bed gekropen en toen was ze nog niet eens thuis. Ik ga ze biedt ook even kijken, want dan moet ik weg naar mijn kamp. Hè. Ik wil nog even dag zeggen. Ik vond het veel spijtig dat je terug weg moet. Je bent nu eens gezellig in huis en dan gaat weer weg voor een week. Er is niks zo tof als kamp. Zelfs jij niet. Allee, jong. Ah, wel, weet je, ik vind het goed dat je weggaat, nee. Ja, dat dacht ik al. Zeg, wil jij voor mij nog eens een lekker ontbijtje maken? Heel simpel. Een omeletje met 3 eieren, goed geklutst, wat melk, zout, peper, 2 gedoosde boterhammen met choco en vers geperste appelsiensap. Nog iets, mevrouw? Nee, dat was het. Ik hoop dat je niet elke dag zo'n bestelling plaatst. Nee. Maar je weet toch hoe dat is op zo'n kamp? Spaghetti en nog eens spaghetti. Toch niet voor ontbijt? Nee, dan zijn het van die uitgedroogde boterhammen met wat fletse confituur. Ja, zie, jij wil naar kamp, hè? Liever gaaskiek.
Doe dat niet voor het eten, hè. Daar heb ik u voor. Ik ga even naar Eva, hè. Allee, hoe zijn mijn schoenen nu? Ik ben nu al 5 minuten te laat. Ik had de Werner horen vloeken. Godverdomme. Ah, hier. Hier, we zijn een beer nog vergeten. Ik zal hem nog gaan brengen, zeker? Of nee. Dan gaan ze weer dingen dat ik mijn eigen wil moeien. Nou. Ah, waarom heet die zo'n grote bik, zeg? Precies of ik heb met de oude zus toch niet genoeg. Dat heb ik gehoord, maar troost u, Eva is er niet. Odie is er niet. Ik zeg het u toch, haar bed is om te slapen. Het is al wel ergens anders aan het ontbijten zijn, hè. Waar is mijn fruitzak? Maar ja, hoe onbeslapen? Is ze dan nog op het werk of wat? Nee. Snapt hij dat nu niet? Die ligt bij Pierre in bed en die heeft daar nu een heel uitgebreid ontbijt. Met vers fruitsap. Ja, als hij gaf mij zijn af, kom. Bart, ja. Zee, ik hoop dat dat niet waar is, hè. Als onze pa dat hoort, amai. Eva is toch oud genoeg om zelf haar vriendjes te kiezen, zeg. Ja, maar Eva kiest meestal nogal rare vriendjes. Zegt jij. En wie zegt dat jij goede smaak hebt? Misschien zijn die vrienden heel speciaal. Oh, maar ze zijn speciaal, dat kun je wel zeggen. Ziet je wel. En die Pierre zou ik ook wel eens willen ontmoeten. Wie weet ziet hij wel iets in mij. Het wordt tijd dat je op kamp gaat. Ere, uw omelet en eet ze op voor als het koud wordt. Kom aan. Ja, pa. En nog graag mijn vers fruitsap. Ja. Zee, waarom doe ik dat eigenlijk? Omdat ik je hele lieve kleine zusje ben. Slaag om fatsoenlijke koffie te zitten. Oh, moet ik zeggen tegen de neef, straks als die binnenkomt. Gewoon niks, gewoon oké, het is goed lief dat je zei, we beginnen. Ik zou eigenlijk moeten zeggen dat ik hem onwaarschijnlijk gemist heb. Ja, daar is hem. Enfin, we zullen wel zien. Hey, dag Rosa. Goedemorgen, Rosa. Ook dat ze denken wat ze willen. Je kunt die kleine toch geen hele dag zonder beer laten zitten. Hè? Dat is ook een ozel. Allee.